Inheemsen moeten bewust gemaakt worden over klimaatverandering en de bijkomende nadelen. Daarom heeft de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, het bewustwordingscampagne Akinkifu Aweer voor landbouwers, dorpshoofden, jongeren van verschillende besturen en vrouwenorganisaties georganiseerd. Voorafgaand aan deze campagne werden verschillende consultatiegesprekken gehouden met dorpshoofden om een beter beeld te krijgen op welk gebied er het meest behoefte was aan informatie. Lilian Armaketo, medewerker klimaatverandering van bureau FITS, is van mening dat deze campagne zal bijdragen aan het beter positioneren van de inheemse met betrekking tot de gevolgen die klimaatverandering teweeg brengt. Het doel van deze campagne is dat we aan het eind van de dag of aan het eind van deze workshop per regio een slotdocument hebben die wij kunnen gebruiken bij wanneer we deelnemen aan beleidsbeïnvloeding. Wanneer we naar workshops gaan van de ministeries en kunnen we alles meenemen. Dat helpt ons om sterker naar voren te komen, om sterker onze stem te laten horen voor onze inheemse mensen. Er moet veel meer gedaan worden op beleidsniveau om voor klimaatrechtvaardigheid te zorgen, stelt Setiem Noursalim, medewerker klimaatverandering van bureau FITS. Er wordt volgens Noursalim niet veel aandacht besteed aan de gevolgen, waaronder vooral de binnenlandse bewoners gebukt gaan. Het valt te betreuren dat er vanuit beleidsniveau geen rekening gehouden wordt met het getekende klimaatverdrag betreffende inheemse rechten. Dit is terug te merken in het ontbrekend budget die eigenlijk zou moeten zorgen voor het nastreven hiervan, meent Noursalim. Nou, omdat het gaat om een integraal proces en niet dat één partij centraal staat, maar het is wel zo dat er partijen zijn die kwetsbaarder zijn. En dat zijn natuurlijk de inheemse gemeenschappen, zoals ik zei, de mensen die in het binnenland wonen. Waarom? Omdat wij afhankelijk zijn van de bossen, wij zijn afhankelijk van de natuurlijke hulpbronnen. Net zei een van de participanten zei, in Pikisaron heb je alleen vis, jacht en landbouw. Als hij niet kan vissen, dan vangt hij misschien maar 2 vissen en dan gaat hij naar huis en dan heeft hij geen zak geld. Als het regent, kan hij dus niet vissen, hij kan niet planten en hij kan niet jagen. Dus dan heeft hij geen eten. Voor de rest leven ze van niets meer. Ze hebben geen auto, ze rijden niet naar het werk. Dus het is belangrijk om dit soort processen te gaan onderzoeken en dit soort processen te op te nemen in het beleid en meer erkenning te geven aan alle aspecten, alle rechten van inheemse volken, inclusief de grondrechten.